Yo mensen, welkom bij weer een nieuw deel van Lord of the Rings Mod Survival op Vondel Snel. En jongens, vandaag ben ik iets anders van plan dan normaal, want meestal ga ik natuurlijk reizen en zo. Maar ik zat net even rond te lopen rond mijn fort en ik dacht van, weet je, mijn fort die heeft wel een opknapbeurt nodig eigenlijk, want hij ligt hier half in de dirt, dus ik wil het dirt allemaal weg gaan halen straks. En het leek mij ook wel vet, kwam ik ineens op het idee om er een grachtje omheen te doen, dus gewoon water, weet je wel. Dat lijkt me wel een vet idee, net zoals een echt kasteeltje eigenlijk, maar dan in kleine vorm. Maar ik wil dus nu eerst al het zand weg gaan halen en ik wil eigenlijk gewoon ook wat meer met mijn fort en de omgeving eromheen doen, want als ik later, zeg maar, ik klink nu heel, hoe noem je dat, ik klink nu heel vooruitdenkend, maar als ik later terugkijk op deze serie en dan kijk ik een aflevering en denk ik van wauw, dat heb ik allemaal gewoon in mijn eentje gedaan. Dus, oh, dat hoef ik helemaal niet meer te doen trouwens. Nope, no, ik heb al een iron spade. Maar dat ik wil dus wel iets meer hiermee doen, want het is natuurlijk mijn woonplek en ik verdien wel een beetje een opknapbeurtje, weet je wel. Dus ik ga even kijken tot hoe diep die gaat eigenlijk, want ik denk dat dit, ja oké, okay, inderdaad, dan is dit de bodem. Dus dan moet die tot hier, moet vrij zijn eigenlijk. En zoals je ziet kan hier, of dan komt hieronder nog water. En dan komt hier zo'n klein soort bruggetje eigenlijk, wil ik dan fixen. Dat lijkt me wel leuk. Dus hij moet, ja zo. Zo zit hij vrij. En het wordt best een klus om het allemaal te gaan doen. Ik ga dat sowieso niet allemaal deze episode doen. Dus don't worry about that. Maar dat ik elke episode weer even een beetje ga graven, weet je wel. Dan komt het op een gegeven moment in een of andere episode. Komt het wel een keer allemaal klaar, weet je wel. Oké, okay, dat klinkt heel raar. Niet over nadenken hoe ik dat zei. Maar je snapt wel hoe ik het bedoel. Dus jongens, in ieder geval, wat ik ook nog deze episode wil gaan doen is, even kijken, ik wil nog steeds eigenlijk naar Ettenmorse toe, want dat is nog steeds mijn goal jongens, want ik moet nog steeds, moet ik die fucking troll totems krijgen, maar ik krijg ze maar niet, oh my god, dus ik ga straks nog één keer naar Ettenmorse toe, en als ik race quit, dan ga ik gewoon naar Mordor. Weet je, laten we gewoon een keer naar Mordor gaan, weet je, we komen er toch wel, en als ik er kom, dan hoef ik niet meteen alles te vermoorden natuurlijk, maar ik wil gewoon kijken wat daar allemaal zit qua loot en gebouwen en torens, weet ik veel. Lijkt me allemaal fucking awesome om te zien. Dus why not, weet je. En ik ga nog even tot de helft ongeveer door, denk ik. Dan is het voor deze episode klaar. Dus dat jullie een soort van idee hebben van hoeveel ik elke episode ga graven. Maar als ik dan elke episode een stukje graaf, dan is het zo af. Dus ik ga nog even tot de helft hier ongeveer. En ik kom nu zelfs steen tegen. Ik weet niet eens wat voor steen het is. Rohan Brick, denk ik. Are you serious? Moet je het net nu breken? Rohan Rock is het. God damn it. Waarom moet mijn pickaxe net nu? Serieus, net nu breken? Ik klik op een dude en die gaat nu tegen me praten. Hou je mond. Ik wil niet tegen je praten. Ik maak wel gewoon een stone pickaxe, weet je. Cobblestone, stone pickaxe. There we go. Hoppakee. Dan moet ik even die steen verwijderen. Dan ga ik nog een klein stukje doorgaven. En dan ga ik naar Ettenmorse toe. En dan is het weer tijd voor die fucking trolls alweer. Zoals elke episode eigenlijk. Want ik, ja, ik weet niet jongens, ik weet niet hoe lang ik het nog wil proberen. Maar op een gegeven moment heb ik denk ik ook wel zoiets van, ah, weet je, ik cheat het wel gewoon. Dus mijn vraag is aan jullie nu eigenlijk van, hoe lang zal ik nog proberen om die andere twee stukjes totem te krijgen? En als het me echt niet lukt, want ik heb al echt zoveel mountain trolls gekillt. Maar als het me dan echt niet lukt, mag ik dan voor jullie gewoon die stukjes incheaten, zeg maar. En dan moet ik natuurlijk wel zelf er een bot in steken. Maar ja, ik heb genoeg bones van alle soorten. Ik heb warg bones, ork bones, troll bones. Dat is geen probleem. Maar het gaat gewoon om die twee fucking stukjes. En weet je, misschien is cheaten niet eens zo erg. Want ja, het gaat natuurlijk toch om de boss battle. En daarvoor heb ik gewoon legit armor en zo. Dat heb ik gewoon al. Dus weet je, jullie moeten even achterlaten in de reacties of jullie het erg zouden vinden als ik die andere twee stukjes zou cheaten. Want ik ben er een beetje klaar mee. Elke keer weer. En dan dropt hij er één. Maar dan dropt hij het onderste stukje. Maar dat heb ik al. Maar ik zoek naar hoe noem je dat? Het bovenste stukje en het middenstukje moet ik nog. En ja, dat moet ik nog hebben. In ieder geval jongens, dit was het graven voor deze episode. Dus hier ben ik weer klaar mee. Kijk, het ziet al. Als ik dat ook nog een beetje wegga, dan komt het weer een beetje vrij te staan, weet je. Het stond alles zo ingegraven. En dit ziet er wel steviger uit en zo. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Jongens, trouwens, ik maak me zorgen nu, want ben jij dat? Nee, dat meen je niet. Mijn hired unit is weg. Weten jullie nog? Ik weet niet of dat in de vorige episode was. Toen teleporteerde hij ineens mee. En teleporteerde ik weer ergens anders heen en toen was hij weg. En hij is hier ook niet. Kut, dat meen je niet. Waar is hij heen? Daar heb ik 25 munten voor betaald, vriend. Waar is hij? Zeg het. God damn it, waar is die dude?
Mijn paard is weg. Of mijn paardrijder. Nou, het zal wel. Ja, wat moet ik ermee eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat ik ermee moet. Trouwens, ik kan naar jou volgens mij... Ik heb hier... heb ik dat al gepakt? Nee, die moet ik even pakken. Heb ik dat al gepakt? Dat had ik al gepakt, of niet? Oh nee, hier heb ik nog 2 koper. Die kan ik heel even aan deze dude verkopen, dacht ik. Volgens mij wou die dat wel hebben. De koper, alsjeblieft. Oh, daar krijg je 8 voor. Oh, dat is wel redelijk trouwens, dat je er 8 voor krijgt. Als ik even ga minen, dan heb ik dik veel munten. Ik wil eigenlijk ook wel deze dingen kopen, maar ja, dat is 36 munten en dit ding is... Oh my god, dat is best wel goed trouwens. 6,5 attack damage met sharpness 2 en knockback 1. En blacksmith hammer, dat is volgens mij gewoon zo'n ding die hij vast heeft. Ziet er niet echt spectaculair uit, maar hij is wel sterk. Dus wat dat betreft. Ik heb vet veel dirt, holy shit. Ook logisch trouwens, ik heb net echt lopen graven als een beer. Ik weet niet of beren graven. Als een mol, ook goed. Waarom een beer? Weet ik niet. Ik weet niet, dat was het eerste wat in me opkwam toen ik aan graven dacht. Geen idee waarom. Rohan Rock, get out of here. Ik ga lekker weer naar de Ettenmoors toe. Want dat is de leukste plek in deze hele fucking mod. Oké, we gaan naar een stukje waar we nog nooit zijn geweest. En dat is denk ik... Zijn we al in de Cold Fells geweest eigenlijk? Laten we kijken, misschien krijgen we een achievement. We krijgen geen achievement. Oh, toch wel. The Wild North. Oh, de Cold Fells, dat komt wel bekend voor. Alleen... Wat het is... Oh, de lag. Oh, wauw. We komen echt meteen naast een toren te staan. Maar dit is waarschijnlijk weer zo'n kuttoren waar je helemaal naar boven moet. Oh, dan had ik die dirt mee moeten nemen. Dat is niet zo slim. Maar ja, oh my god, zoveel torens hier. Wat is dit? Maar hier... Nee, hier kan je denk ik niet die troll dingen vinden. Die troll hordes. Van wat jullie zeiden. Die caves. Ja, dit is gewoon weer een of ander vaag land of zo. Met allemaal van die vage stenen. Ik snap die stenen nog steeds niet. Wat de hel. Maar, wacht. Misschien als ik hier snel even wat koper kan vinden. Koper, 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 koper. Koper, please, 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 please. Wat is dit? Ik heb geen idee. Ik hak het gewoon. Het is denk ik tin. Ja, het is tin. Volgens mij kan ik dat ook aan die dude verkopen. Dus ik hak het me allemaal gewoon. Krijg ik in ieder geval toch al munten voor. Dus dat is allemaal hartstikke chill. Oké, en ik hoorde trouwens net een ork. Maar ik vind het zo kut dat ik mijn... Oh, daar ben je. Wow, wow, wow. In het donker. Wat doe je hier, man? Zit hier gewoon te fappen in een hoekje of zo? What the fuck? Huh? Nee, maar ik vind het zo kut dat ik mijn... mijn wood elven blade kwijt ben. Want die gaf licht als ik ermee... Als die in de buurt kwam van orks. Dus dat was vet handig. Maar ja, ik heb het niet meer. En dat is vet jammer. Dus... Maar jongens, trouwens, nu ik het over heb, misschien kunnen we ook wel weer even teruggaan naar de Wood Elves. En dan daar gewoon weer shit jatten. Gewoon weer even een dikke zwaard of zo fixen. Want ja, why not eigenlijk? Why not? Dat vind ik wel een goeie. Dat vind ik wel een goeie. Laten we dat gaan doen. Ik hoor een ork. Kom met me, bro. Waar zit je? Ik wil nog even één ork killen. Where you at? Kom met me, bro. Hallo? Iemand? Nou, dan niet. Oh, ik zie een troll trouwens. Maar ik denk niet dat hier mountain trolls spannen, net zoals in Ettenmoors. Ik denk niet dat dit degene zijn die ik nodig heb. Nee, dat zijn er sowieso niet. Oh god, er zijn ook 3 gewoon. Nou, ik own jullie toch wel allemaal. Oké. Ik own jullie hart. Auw. Auw. Jullie doen me maar 1 hartje damage, dat zegt me niks. Niks. Auw, daar komt er nog één aan in mijn zij. Die was naar. Die was echt heel flauw. Dus jij sterft me gewoon even. Hoppakee. En het regent echt precies dat hij doodgaat. Wat een dramatisch effect. Maar we weten wat we doen met regen in Middle-earth. Die zetten wij altijd lekker uit. Want het is pokken irritant. Echt mooi uitgelegd ook weer, jongens. Au, au, au. Au, 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 stop. Jezus. Ik wou net teleporteren, man. Doe eens niet. Mafkees. Dan gaan wij weer gewoon naar de Wood Elves toe. Leuk. Heb ik wel zin in op zich. Ik ga hierheen. Was het in Mirkwood? Jawel, toch? Ja, toch? Of ben ik nou gek? Nee, je had het... Ja, ja, ja. Dit moet het toch zijn. Als het goed is, is dit het. Denk ik. Hoop ik. Hallo? Please? Iemand? Gebied? Ja, dit is het. Ik zag het al. Ja, toch? Ja, we hebben het weer gevonden. Ja, dit is het weer. Maar waar had ik die Morgul... Of die Morgul Blade? Wauw, hoor mij dan. Waar had ik die... Oh, het lijkt nu weer door al die bomen natuurlijk. Maar waar had ik die Blade vandaan? Ik weet niet meer waar... Had ik die gekocht? Nee, toch? Volgens mij had ik die gewoon ergens gevonden. Kijk, we hebben nu al een Wood Elven Axe van 6 attack damage gevonden. Like... Dat is gewoon net zo goed als een Iron Sword. En hij is vetter, dus weet je, YOLO, ik doe deze gewoon aan. En arrows zijn natuurlijk ook vet handig. Red wine heb ik al genoeg van, drink ik toch niet. Het is allemaal genoeg. Maar ik weet niet meer, was dat uit zo'n toren of was dat uit zo'n ding? Weet ik niet, weet ik niet zeker meer. Hoi, wie ben jij? Gwindor. Hoi, Gwindor. Je hebt ook allemaal bullshit. Doe even de deur open. Thanks.
Hij doet altijd even de deur van mij open. Ik weet, was hier loot in? Oh ja, 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 hier was loot in de kelder. Dat weet ik nog. Hier kon je naar een ondergronds shit. Er stond allemaal drinken volgens mij, als ik me goed herinner. Hallo. Ja, hier kon je naar beneden. Hier stond ergens een chest met loot. Found it. Oeh, een wood elf, een dagger met 6 attack damage. Maar die hoef ik eigenlijk niet. Want ja, want eigenlijk... Een dagger is wel snel, maar hij heeft niet zoveel range. En range is zeg maar de... hoe noem je dat? De afstand waarmee je iemand kan hitten. En bij daggers is dat heel klein, want een dagger is natuurlijk een klein mesje, weet je wel. Ook in het echt is wat maar zo'n ding of zo. Dus ja, daar heb ik niet zoveel aan. Dus die neem ik niet. Dan heb ik liever een axe, want hij had evenveel attack damage. En het liefste wil ik natuurlijk weer zo'n... wat heette dat ding ook weer? Zo'n trident van Dunland. Dat ding was OP. Dat ding was me toch even sterk, jongens. Holy shit. Maar ja, dat hebben we allemaal al gehad. Heb ik dat huisnaad ook al gehad? Nou, net niet. Hallo? Volgens mij heb ik... Ja, dit heb ik al gehad. Ik ga naar die. Ik wil nog even snel zo'n Wood Elven Blade fixen, man. En die lag, jongens. Het komt niet door mij. Het komt door Minecraft. Want de bomen moeten groeien en laden, bedoel ik. Dus dat kost allemaal lag. Oh, aan de andere kant. Yes! Een Wood Elven Sword hebben we weer. Nice! Met 7 attack damage. Hoppakee. En een bow of Murkwood met power 2.1. Ik heb er al één met power 1 en een breaking 1. Deze heeft power 2, dus die neem ik. Die hoef ik niet meer. Ik doe hem gewoon weg. Misschien zeg je van, dude. Die moet je houden. Maar nee, fuck dat. Ik heb het toch genoeg. Waarschijnlijk. Dan gaan we die toren nog even doen. En ik heb nu eigenlijk mijn blade gewoon. Maar hij is bijna op de helft van zijn leven. Dus ik weet niet hoe lang die dan nog meegaat. Niet heel lang, denk ik. Misschien kunnen we er nog één vinden. En dan kunnen we ze samenvoegen. Dat hoop ik tenminste. Ja, je kan ze sowieso weer samenvoegen, maar dan moet ik er wel eentje vinden. Dus please. Nope, wel arrows. Dat is wel weer chill. Maar... Nee, laten we hier maar gewoon weer weggaan. Zit je nou achter me aan? Wow. Oh, hij gaat gewoon naar boven. Ik dacht al, wat de hel. Kom ook allemaal van die bubbeltjes van hem af. Ik weet niet wat dat is. Ik denk dat hij stealth is of zo. Oftewel onzichtbaar voor de mensen die dat niet wisten wat dat betekent. Ik zoek nog even een ander huisje en ik hoop dat wij dan... Daar wel een ander, of nog een Wood Elven Sword vinden. Kan je dit niet craften trouwens? Dude, ik denk gewoon dat je Wood Elven Sword kan craften. Voor de zoveelste keer ga ik tijdens de aflevering even wat googlen. Het is ook gewoon een gewoonte geworden, dus. Wij zoeken op Wood Elven Sword. En dan krijgen wij Wood Elven Equipment. Alright. Wood Elven Equipment is equipment such as swords, blah blah, crafted on the Wood Elven Crafting Table. Ik moet even scout armor. Je kan ook scout armor maken. Wauw, van leather. Dat is gewoon leather armor eigenlijk. Dus wij kunnen, denk ik, gewoon zo'n ding maken in een Wood Elven crafting table met iron. Denk ik. Weet ik niet zeker. Ik hoop het wel. Dat zou echt handig zijn trouwens. Misschien ga ik dat nu al even proberen. Laten we gewoon weer naar huis gaan. Doei Elf, het was leuk. Thanks voor jullie gastvrijheid. Ik ga weer terug naar Fort Nemesis, mijn huisje. Dat is hier en... Precies al in het midden. Gaat ons dat lukken? Nee, shit. Wat doe ik? Nee. Goddammit. Ik drukte weer eerst verkeerd, jongens. Voor de zoveelste keer. Waar is het nou? Waar is Fort Nemesis nou? Oh, hier. En druk op M. There we go. En dan doe ik even dit hiernaast. There we go. Waar is de toren? En dan is mijn fort aan die kant, denk ik. Of het is aan die kant. Nee, volgens mij is het aan deze kant. Oeh, mijn zwaard ging groeien. Zag je dat? Ja, het is hier. Wauw, de lucht is weer mooi trouwens, jongens. Met een mooie maangloed. Noem je dat toch? Ik weet niet. Kijk, hij gaat gloeien, want hier zijn allemaal dudes bezig. Maar weet je, fixen jullie het zelf maar. Ik heb geen zin om mee te vechten. Sorry. Maar als het echt in zo'n crafting table kan, dan heb ik net gewoon eigenlijk mijn tijd verdaan bij die andere dudes. Want dan kan ik het ook gewoon zelf craften. Dan kan ik er nu 2 craften als het goed is. 2 van die elven swords. Dus laten we even kijken of ik mijn tijd heb verdaan. Want ik heb toch een wood elven crafting table ergens? Ik heb er toch 1. Of ga je nou menen dat ik die ook nog had mee moeten nemen? Ah, dat meen je niet. Had ik die ook mee moeten nemen? Kut, waarom heb ik die niet meegenomen? Ik dacht dat ik die al lang had. Jongens, we moeten weer terug. Goddammit. Ah, wat erg. Wat slecht. Nou, we gaan heel even snel terug. Dan pak ik zo'n ding. Gaan we weer terug naar Fort Nemesis. Dan ga ik het proberen te craften. En dan is het einde van de episode, jongens. We zijn alweer bijna 5. Dit gaat niet goed. Andere kant. TP ergens anders heen. Ergens anders heen. TP ergens anders heen. Dit gaat niet goed. Let op. Kijk, dat die... Oh, er ontploft ook nog iets buiten, wat de hel.
Vond ik snel Suffocated in the Wall. Heb ik ook in mijn andere serie, The Lands of the Reminiscence, gehad. En dat was echt nog 10 keer zo dom eigenlijk. Want ik verloor ook al mijn spullen. Dus, snel spam. Ik ga naar zo'n toren toe. En dan ga ik zo'n classic tale bestelen. Ik snap niet dat ik dat niet al eerder heb meegenomen. Like, waarom niet? Of zit het ook in zo'n huis? Volgens mij zit het ook gewoon in zo'n huis. Wauw, ik ben echt dom dat ik dat niet eerder heb gedaan. Nou ja, we gaan het gewoon met een Uruk ergens gaan. We het gewoon slopen. Hoppakee, ik heb hem. Doei! En we gaan weer weg. Ik stil even wat, man. En ik ga er weer vandoor. En hoppakee. En we zijn weer thuis. Dus, Fort Nemesis. Deze kant is altijd gewoon de linkerkant van de toren. Tenzij je aan de andere kant van de toren spant. Maar dan zie je het fort waarschijnlijk ook al. Dus, is die allemaal opgelost? Ja, vredig weer. Nice. Mijn dude is nog steeds spoorloos. Mijn gehyrde unit. Misschien als ik zo'n horn of command heb of summon, dat ik hem terug kan summonen. Maar ik denk het niet, want daar is hij waarschijnlijk te ver weg voor. Dus dat wordt er waarschijnlijk ook niet. Even snel wat eten en dan ga ik snel die freaking... Waar is hij nou? Heb ik hem echt niet opgepakt? Heb ik hem niet opgepakt? Waarom niet? Oh, wacht, ik weet al waar die in zit. Ah, ik weet het al. Ik weet het al. Is het in deze? Niet? Dunning crafting table, crafting table. Hij zit in een van mijn pouches, dat moet. Nee. Dan zit hij in deze. Nee, ook niet. Dan zit hij in deze. Yes, ik wist het. Ik moet even crafting hebben. Ik had hem al meegenomen. Maar ik was helemaal vergeten dat ik hem in zo'n pouch had gestopt. Oh my god. Tijd voor daar, jongens. Maar jullie hebben nu wel een extra lange episode. Dus wees daar blij mee. Hoppakee. Zetten we die daar neer. En dan ga ik het nu snel proberen. Een zwaard te craften. En het kan ook nog. Dus we hebben gewoon onze tijd verdaan. Terwijl we al gewoon een crafting deel hadden. Maar jongens, ik wil jullie in ieder geval weer allemaal bedanken voor het kijken van deze episode. Als je het leuk vond, dan druk dan sowieso even op een duimpje omhoog. Ik doe deze weer gewoon even hierin, want die heb ik nu niet nodig. Dus als je het leuk vond, jongens, druk even op een duimpje omhoog. En ja, dan zie ik jullie weer in de volgende episode. Dus jongens, ik zeg later.